Hallo kijkers van Shine Splash, dat is een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nanowing. Jazeker. Nee, lekkering moet je toch zeggen. Lekkering. Lekkering, inderdaad. Ik heb alle Pokémonnen getraind tot level 70 en nu moeten we dus al die battles achter elkaar gaan doen. En ik ben best wel gespannen, want Nando kan niet meekijken. Ja, ik ben nu momenteel aan het... Nou ja, ik heb nu pauze. Mm-hmm. Voor nog 10 minuutjes of zo. En dan moet ik gewoon werken. Ja. En er is nog iemand bezig in het huis. Dus dat moet ik ook... Nou ja, dan moet ik alleen eventjes naar beneden. Zo meteen, heel even kort. Ja. Nou, dan moet ik maar eventjes met mijn stem vertellen wat er gebeurt. Ja. Dat lijkt me het makkelijkst. Ik moet tegen de eerste trainer vechten. Dat is Yomas. En daar krijg ik zo meteen de Pokémon van te zien. Even kijken. Volgens mij met level 70 is het wel te doen hoor. Even kijken. Exploud en Pidgeot. Dat is exact perfect voor de Pokémon waar ik mee ben gestart. Ampharos. Ampharos en Blaziken. Kijk, hoppatee. Dat zijn ook wel je aces. Dus dat maakt het ook weer een stukje makkelijker. Mm. Oh, en ik heb net corona gehad. Dus dat is ja. Klein, dus, echt feest. Vandaar dat ik nog een beetje aan het hoesten ben. He do be hoesting. Ja, ja, ja. En ik heb net mijn lunch gesmeerd. Gewoon op bureau. Een pita broodje in. Een pita broodje met chocopasta. Chocopasta? Ja, heb je dat nog nooit gehad met een pita broodje? Nee. Is echt lekker in. Is het echt lekker in? Ja. Oh nee, waarom kan Pidgeot eerder dan mijn Ampharos? Nu kan hij Hurricane of Blaziken doen. Oh, kut. Zeer ja, kut. Het ding is wel, Ampharos is heel traag. Ja. Healing tracking. Maar daar wel redelijk goede defense. Hoe lang is het wel niet geleden dat we dit hebben gespeeld? Echt lang. Maar echt lang. Misschien wel 2 maanden. Shit. Nou ja, ik weet wel. Vorige week was er potentie van mijn kant. Maar toen was ik op vakantie. Toen was jij op vakantie. Maar uiteindelijk was er ook geen potentie, want toen kreeg ik corona. Oh ja. Dus eigenlijk toch wel handig dat jij toen met vakantie was. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, het is zo nice dat Ampharos wel sneller is dan Vaporeon. Ja, Vaporeon is ook traag. Mm. Is het eigenlijk iets te doen wat niet mag te eten tijdens... Hoe durf je? Tijdens opnames? Ja. Oh, dat doe ik ook vaak hoor. Pepernootjes. Pepernootjes. Niet nu, maar... Ik heb weer chocoladepepernoten liggen. Ja, precies. Als ik het goed doe, dan heb ik nog voor halverwege december heb ik weer een zak mee. Nice. Ik heb de eerste trainer verslagen en ik heb maar 1 hit getaked. Het was wel heel veel damage op Blaziken. Mm. Nou. Maar toch. Nadeel is wel ook dat je niet echt veel geld hebt voor healing items. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar in ieder geval, we hebben 1 trainer verslagen met maar 1 hit gehad te hebben. Jammer dat Ampharos niet sneller was, anders had ik no hits en dan gewonnen. Dat was nog beter geweest, maar je wordt na de 5 battles word je geheeld. Oeh, en hoeveel battles zijn er? 7. Oeh. En na de 6e word je ook geheeld, volgens mij. Ik moet tegen SMS Jolteon. Oeh. Je krijgt na de 5e battle krijg je een checkpoint. En als je de 6e hebt gehaald, krijg je ook een checkpoint. Ja, oké. Dus dat is wel echt heel erg behulpzaam. Mm-hmm. Had jij die YouTube ding gekeken? Die YouTube ding? Ik weet niet waar het over gaat. Je persoonlijke recap. Oh, nee. Nou, je ziet toch als jij op je Discord kijkt, dat ik op 2 november een filmpje had gestuurd. Die met die panda? Ja, met Winnie de Pooh. Oh, dat bedoel ik?
Ja, die staat in mijn top 5 van video's die ik het meest heb bekeken dit jaar. Oké. Het is gewoon eigenlijk Pitbull met hotel, service of zo heet het nummer. Even een summary. Ben nu trouwens met een nieuwe trofee of een platinum bezig. Oeh. Buiten dat ik nog straight moet uitspelen. Ik ben nu de Evil Dead aan het spelen. Spannend. Ja, ik vind hem niet zo, maar goed. Mm. Een vriend van me die is horror fan en die vindt hem wel ook leuk. Dus ik ben op de helft. Nice. Dus dat, lekker bezig, Ing. Ja, lekker. Het enige nadeel is, ik moet level 50 of zo worden. Ja. Yeah. En het zoeken naar matches gaat heel traag. Mm. Maar de experience die je ervoor krijgt per match is ook echt moker weinig. Je krijgt denk ik 4000 bij elkaar. En je moet echt honderden duizenden experience hebben. Oké. Okay. Als het niet een miljoen is of zo. En daar heb je zin in? Nee! Nee! Dus wat ik me net bedacht tijdens het werken van... Mm-hmm. Nou, voordat ik jou had geappt. Mm. Wat nou als ik gewoon de PlayStation aansluit aan mijn tv? Ik ga dan gewoon matches zoeken. Mm-hmm. En dan als ik in een match ben, dan hoef ik niet eens te bewegen. En dan ga ik gewoon verder met werk. Nice. Tot ziens. Ah, bent u al klaar? Ja, alles weer. Top, dank u wel. Doei. Doei. Nou, dat was wel snel. Ging het. Nou. Lekkering. Heel erg lekkering. Dus, ja. Alleen het vervelende is, buiten dat je level 50 moet worden, je moet ook 30 matches winnen van beide kanten. Dus je hebt een survival kant en een demon kant. Oké. Okay. Het is survival, ben je met z'n vieren en de demon ben je in je eentje. En het is niet echt makkelijk. Want mensen die de demon spelen, die zijn heel erg pro. Ik ben dat niet. Dus als ik als demon speel, ik verlies alleen maar. Oef. En als survivor, dan win ik misschien 25% of 20% van de matches. Alhoewel gisteren ging het echt heel slecht. Toen verloor ik eigenlijk alleen maar. Oef. Mm-hmm. Oké, de tweede trainer is verslagen. Lekkering. Alleen Blaziken is dood. Oh. Maar dat is het enige. Dat is niet zo lekkering. Nee, maar kan gebeuren. Mm-hmm. Ik zat eigenlijk weer te wachten op een nieuwe Pokémon game. En toen bedacht ik me, oh ja, wacht, het is december. Dus alleen maar de DLC komt nog. Mm-hmm, ja, de nieuwe Pokémon game zal in november komen waarschijnlijk volgend jaar. Als ik mag gokken nu, en je hoort het nu. Het is vandaag 1 december 2023. Ja. Ik denk dat 15 november 2024 een nieuwe game uitkomt. Dat is wel prime time volgens mij. Ja, het is altijd de week voor Black Friday. Ik zag ook dat... dat snap ik ook wel dat ze dat doen. Mm. Wacht, 15 november zeg je? Ja, dat is mijn prediction. Even kijken. Ja, denk ik ook wel, denk ik dan. Wat het ding ook is... Ik kreeg een reminder afgelopen maand van... Yo, je was, die dag was je in Den Dungen. Mm-hmm. Denk, ah ja, dat is waar ook. Daar was ik. Binnenkort weer. Jazeker. Nou, ik heb 1 Yu-Gi-Oh! Doos. Ik weet alleen nog niet of ik die wil gaan openen op stream. Het is een beetje gaar als ik maar 1 ding open. Nee. Tenzij iemand anders nog wat heeft om te openen. Ja, Paddy had al niks, zei hij. En ik heb ook niks. Nou. Het hoeft ook niet, hè. Maar dan, ik dacht van, als ik het weet, dan kan ik alvast een layout maken. Want daar heb ik waarschijnlijk verder heel weinig tijd voor de komende tijd, zeg maar. Nou ja, dat is waar. Mm. Mm. Ja, ik moet even kijken. Ja, het hoeft niet, hè. Het is geen verplichting. Nee, klopt. Maar het is wel leuk. Verplichting is een Engels leenwoord. Dat is zeker een Engels leenwoord. Ik moet even kijken. Hebben we nog... Arcanine. Oh, ze hebben Darkwing Blast weer. Oeh.
Want ik wil dan natuurlijk nog iets anders meenemen. Gewoon twee dingen om te openen. Maar goed, ik moet ook het geld ervoor hebben. Dat is ook wel... Nou, dat is een klein detail. kleine, maar matige detail. Maar kijk hoeveel... Ik weet niet eens hoeveel ik nog heb. Recentelijk heb ik weer wat gekocht. Ik was sowieso op Comic-Con geweest. Ja, dat, volgens mij kwam ik dat ergens tegen. Zei je dat niet? Of misschien op Instagram? En op Insta ook. Was heel erg gezellig, by the way. Heb aardig daar wat gekocht. Maar dat was voordat ik mijn salaris kreeg. Dus. Ik heb een nieuwe katana gekocht. Ik heb onderzetters. Mm-hmm. Dan heb ik eentje van Zelda-themed met een pokebal. Okay. Dus heb je linken met allemaal Zelda-attributen en dan in een pokebal. Ik heb een Naruto onderzetter. Die, die vind ik wel echt heel vet. En een Dark Souls onderzetter. Nice. Ik had wat Yu-Gi-Oh! Packs gekocht, maar die heb ik allemaal al geopend. Oh. En dat waren gewoon losse pakjes en er zat niet... Volgens mij zat er niet echt wat interessants in. Ik denk één ding of zo, wat wel interessant was. Oké. Okay. Voor de rest viel tegen. Is Steel super effective op Rock? Ja. Nice, dank u. Kijken, wat had ik nog meer gehaald? Oh ja, ik heb een Lego Pokémon dingetje gehaald. Lego Pokémon? Oh, ik wou al zeggen, daar ken ik niet die samenwerking. Nee, het is niet echt Lego. Het is een of andere knock-off Lego. Hoe heet het? Kijk, Gift Series Micro Size Building. Oké. Okay. Is sowieso iets Chinees of zo, of Koreaans. Maar ik heb dan zo'n dingetje van Kyogre gekocht. Die heb ik vorig weekend in elkaar gezet. Die ziet er wel tof uit. Wat ik wel zo kut vind, is dat die steentjes echt minimaal klein zijn. Super klein. Dat is kut voor mijn handen. En ik heb niet eens grote handen. Ik heb gewoon worstenvingers. En ik heb voor een vriend van me heb ik Gengar gehaald. Gengar. Nice maar, thing on the cake. Ja, zeg dat wel. En ik zag ook Snorlax, zag ik er ook bij liggen. Toen dacht ik gelijk aan Paddy. Ja, klopt. Maar ja, ze hadden van Snorlax hadden ze dan een kleine en een wat grotere. En ik had tegen een collega van me gezegd, als jij die grotere haalt, dan hou ik ook die grotere. Nice. En uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan. Oh. Dus toen hebben we met z'n tweeën een kleinere gehaald. Okay. Dus zij heeft volgens mij Cyndaquil gehaald, dacht ik. Je had dan ook Charizard, de Venusaur, Blastoise. Eevee, dacht ik ook. Ik ga nu de vierde battle in. Nice. Dat is een Pion. Oeh, de Pions die hebben goede muziek. Of is het geen Pion? Even kijken. Cyber Pion, Ston. Ston is wel een goeie. Hij is niet zo Ston vervelend. Hij is Stoned. Mm. Hij is Dr. Stoned. Mhm. Kijk, nou ondertussen ga ik maar weer verder met mijn werk. Heel goed. Ik doe echt iets heel simpels vandaag. Ik doe alleen maar info's nemen bij banken. Dus okay. Dat houdt in dat ik ga vragen of iemand bij die bank bankiert. Ah, oké. Okay. Ah. Super makkelijk. Ik heb echt mijn hele vakantie en dat ik ziek was... Heb ik alleen maar Alberto Stegeman gekeken. Undercover in Nederland. Ken je dat? Ja, ik weet wat het is. Maar vandaar jouw opmerking op onze app. Ja. Van dat iedereen moet vinden dat er nog een seizoen komt of zo, zou je iets zeggen? Denk het. Nou, het zou wel heel vet zijn. Ja, maar yo, Waylord's Sprite is... Huge! Heb je die nog naar gezien dan? Nee. Ja, die is echt heel goed. Maar snap je dat mensen dan gaan klagen van... dat de nieuwe Pokémon niet echt accuraat is? Ja, ik geef daar echt helemaal niks om.
Ik zou het echt vet hebben gevonden. Als je in battle ook gewoon minuscuul bent vergeleken met die Wailord. Maar ja, het kan niet allemaal, blijkbaar. Maar goed, Undercover in Nederland is wel echt een leuk programma om naar te kijken. Het enige wat kut is, is reclame. Maar ja, als je het online bekijkt, dan heb je dat geen reclame, nee. Zeker niet, zeker niet. Ik vind het ook altijd leuk dat hij elke uitzending aan het einde, dat als hij iemand probeert te confronteren, ja, dat hij gaat zeggen tegen de camera, we gaan Nederland waarschuwen voor jou. Oké. Altijd geweldig. Dus dat heb ik eigenlijk voornamelijk met mijn vakantie gedaan. Ja, je hebt leuke kiekjes gemaakt, zag ik. Ja, zeker, Ring. Mm. Het was vooal lekker weer. Mm. Beter dan dat het hier is. Wat een tyfus weer is het, zeg. Nee. Het was echt alleen maar regen. Ja, maar nu is het fucking koud. Dat is waar. Afgelopen dinsdag was het hier 0 graden. En de dinsdag daarvoor zat ik op Tenerife met 28 graden. What the fuck? Grote skilling. Dat is wel echt een wereld van verschil. Ja. Ik merk het nu ook sinds gisteren dat ik dan vroeg mijn bed uitging. Mm-hmm. Want ik wilde eigenlijk gisteren al gaan werken. En toen zei mijn collega, nee, doe het maar niet. Ga maar lekker terug naar bed. En toen heb ik dat ook gedaan. Nice. Ja. Had ik ook vandaag kunnen doen. Maar ja, ik had mijn leidinggevende gesproken. En toen gaf ik al aan dat het wat beter ging. Dus zei ze, oh, dus je gaat morgen werken. Ik kut. Kan u niet nee zeggen. Maar goed, toen merkte ik ook al dat het echt ijskoud was. Ja, echt niet normaal. En ik moet daar dan doorheen fietsen, kut, sorry. En ik was gisteren mijn muts vergeten. Moest ik gisteravond terug fietsen, dacht ik, nee. Ik heb de pion verslagen, Nando Wing. Huh? Dan gaan we nu naar de cijfer. Of ben je nu bij pion 5? Ja, en nu komt als goed is battle 5. Oh, oké, okay. Nee, dan is het nog pion 5. En dan moet je tegen de baas van Cypher, wink, wink. Want het is niet echt de baas van Cypher. Wink, oh jawel, wink. jawel. Er komt, dit is Battle 5, maar daar komt al die ene dude met zijn rode ogen en zijn zilverkapsel. Oh, daar waren Nascor. Ja, Nascor. Oh, daar waren het al 4 battles. Oké. Okay. I will destroy you in battle right now. Doe eens even lief, jongen. Even gewoon doen, ding. Ben benieuwd of ik nou geheeld ben of niet. Ik denk het niet. Jawel. Ja? Ja, de volgende, volgens mij, word je niet geheeld. Maar deze dude is Super Saiyan of zo. What the fuck is dit? Mm-hmm. Oh, wil je weten welke Pokémon die heeft? Want dat zal misschien anders zijn dan... Ja. Hij start met een Skarmory en een Charizard. Die had hij niet. Die had hij allebei niet. Begint toch goed, hoor ik al. Ja, ik blazekick nu eerst de Skarmory en die... Oh, level 60, vandaar. Yup. Big oefening. Maar goed, je bent getraind tot level 70, dus dat is ja, wel goed. En je hebt checkpoints. Ja. Dus dit moet wel te doen zijn, denk ik. Dat hoop ik. De Charizard is geparalyzed, dat is nice. Nice. Moedige vogel. Je begint natuurlijk met Blaziken en... veel damage. Maar killde Blaziken niet de Skarmory? Hij overleefde. Amen. Maar hij deed Brave Bird en nu heeft hij zichzelf gekild door recoil. Lol. En jij leeft nog? Ja. Heel ziek. Ah, fuck. Ik mis nog eentje. Ik weet het. Heel ziek. Pokémon Go komt ook weer, is ook weer met een update gekomen, zag ik. Echt? Oh. Ja, dit is nu voor de Sinnoh Go Tour. Ik weet niet wanneer de Sinnoh Go Tour weekend is, maar nu komen de Hisuian Forms. En ik zie nu ook, als de app opent, Drampa. Dus ik denk dat Drampa ook wordt toegevoegd. Ah. Oh. Alleen ja, ik zit nog met het probleem dat er helemaal niks bij mij spant. Dus ja. Nou, nog steeds, ja, wat de kut, sorry. Maar ja, ik moet ook wat meer stops gaan aanvragen. Maar ja, ik heb niet echt iets
waarvan ik zou weten van, oh, dat wordt 100% geaccepteerd door de community. Ja, ik moet daar een keertje voor gaan zitten van, joh. Maar waarom zou de community niet akkoord gaan? Hoe meer pokestops, hoe beter, toch? Ja, in principe wel. Maar je moet je aan de regels houden. Want sommige mensen die kunnen ook waarschuwingen krijgen als ze te veel dingen erdoor drammen die niet echt zijn. Om het maar zo te zeggen. Okay. En dat is wel echt heel kut. Nou ja, ik heb kleine kinderen in de straat wonen. Dus wie weet dat ze ook binnenkort Pokémon Go gaan spelen. I don't know. Dat is wel echt waarvan ik dacht, ah, meen je die? Ah, hij heeft een Metacross en mijn Blaziken is dood. Hé, je kan de Metacross vangen, what the fuck? Ja, dat kon normaal gesproken ook. Dat is de Shadow Moon. Kijken. Er is gewoon geen muziek hier. Nee, klopt. Dus in principe, als je je audio gebeuren goed doet... Ja. Dan kan jij... Oh, fuck. Dan kan jij gewoon een muziekje onder deze fight doen. Dat kan. Dat deed ik ook wel eens in de speedrun. Mm. Dacht, wow, dat moet wel kunnen. Oh, die gasten waarmee ik speel, die zijn helemaal tot aan de eindfase zowat gekomen van de match. Nou, dan kan ik ze wel een beetje ondersteunen, denk ik. Mag eigenlijk niet, maar... Ik denk, ah joh. Oh, nu word ik geprocesseerd. Oh, toch niet. Oh, ik heb ze geholpen. Nice. Lekkering. Oh, er zijn nu Cupchews die spawnen. Dat is wel nice. Oké. Ik heb nog geen goede Cupchew namelijk. Oké, boys, en nu? We worden aangereden door een auto. Nice. Okay, nou. Zo, even kijken, weer verder met werk. De wasmachine gaat ook verder, zo te horen. Oh-oh. Shadow Sneak. Oh, dat doet niks. Het zou zomaar kunnen dat het of van deze of de volgende aflevering de finale is. Besef ik me niet. En dan kunnen we aan het volgende project beginnen, maar ja. Wanneer? Ja. Nou, even kijken. Ik heb... Over 2 weken heb ik de hele week vrij. Vanaf 11 december. Dus als je wilt. En je weet al van tevoren van... Mm. Oh, ik kan die dag waarschijnlijk wel. Laat me weten. Ja. What the fuck spawnt hier allemaal? Holy shit. 500 van die gastjes. Kut. Waar zijn hun? Oh, die zijn helemaal daar naartoe gerend. Hoe gaat het met de Metagross? Heb je hem al gevangen? Die is al dood. Nee, ik heb hem niet gevangen. Was wel vet geweest, maar ik snap hem wel. Laat me niet met rust. Chat. Oké, Nanowin, ik heb hem verslagen in... De guy zelf, of... Ja, alles. What the frick? Ja. Lekkering. Je wordt voor de volgende battle volgens mij niet geheeld. Maar je hebt nu wel een checkpoint. Oké, nice. Want nu komt Is dat de laatste battle? Is het verstandig om de aflevering te beëindigen of gewoon om door te gaan? Je kan 1 poging wagen, alleen je mond zijn niet geheeld. Dan bewaren we dat voor de allerlaatste aflevering. Yes. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Doei. Joe.